Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe foundation testen van Revolution. Revolution heeft nou al letterlijk 3 varianten van deze foundation. En dit is de Glow Foundation. En altijd wanneer ik zie glow of iets wat hydrateert of wat dan ook, dat spreekt me altijd aan omdat ik een normaal te droge huid heb. En vooral dus een droge huid, ja, die wil gewoon heel graag een glow hebben, heel graag hydratatie hebben. Het is niet per se hydratatie, dat staat er niet per se op, maar het is wel een glow. Ik vind glowy foundations altijd super mooi, tenminste als de glow niet te veel is, want af en toe is het te veel. Als het gewoon zo'n mooie, natuurlijk glow is, dan vind ik dat altijd prachtig. Ik vind ook dat dat mij een beetje jonger maakt. Het laat je huid mooi stralen en ik vind dat gewoon altijd een heel mooi effect. Wat vinden we, by the way, van mijn haar? Ik heb weer deze tang gebruikt. Hoe langer ik ernaar kijk en hoe vaker ik het gebruik, hoe mooier ik het vind. In het begin vond ik het een beetje mooi, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel iets hebben. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. Maar goed, ik dwaal af. Daar hebben we het helemaal niet over. We hebben het vandaag over de foundation. Ik ga ook een full day wear test doen, wat inhoudt dat ik de make-up de hele dag ophoud. En dan kijk hoe de foundation er aan het einde van de dag nog uitziet. Het is nou nog super vroeg. Het is pas 10:00 in de ochtend. Dus ik heb gewoon een volledige dag om deze foundation te gaan testen. Zoals je ziet heb ik mijn oogmake-up ook al gedaan. Mijn gezicht niet. Op mijn gezicht zit niks. Want ja, het gaat vandaag over de gezichtsmake-up en niet over mijn ogen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar de foundation. Ik heb er ook lang op moeten wachten. Ik heb het gewoon besteld bij de Revolution website. Komt gewoon uit Engeland. Je hoeft geen douane, niks te betalen. Ik zeg trouwens altijd dat het uit Engeland komt. Revolution is een Engelse website uit Engeland. Maar als ik kijk naar mijn tracking, dan zie ik dat het wordt verzonden uit Duitsland. Dus volgens mij komt alles van hun vanuit Duitsland, I think. Maar goed, dus je hoeft geen douane of zo te betalen. Normaal heb ik het echt al binnen een week. Ik heb daar echt al super vaak besteld. Maar nu heb ik gewoon 2 tot 3 weken moeten wachten. Dus ik wacht hier al eventjes op. Dus ik kan nu wachten om het te gebruiken. Ik heb het gisteren binnengekregen. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Nou, ik ben vandaag helemaal in panter. Dus ik zal ook gewoon mijn panter haarband in doen. Ik zie er echt uit als een Halloween kostuum of zo. Deze ooglook heb ik gemaakt voor Instagram. Ik heb daarvoor mijn Tati Beauty palet gebruikt. Super mooi paletje. Ik ben al helemaal into de herfstlooks. Want het is nou herfst. Dus ja, er komen heel veel herfstlooks aan. Vooral op mijn Instagram, maar ook hier op mijn kanaal. Oké, het enige wat ik op heb gedaan is mijn dagcreme. Ik gebruik deze Clay & Glow Moisturizer als dagcreme. En voor de rest heb ik helemaal niks op mijn gezicht. Dit is dus de Revolution Conceal & Glow Illuminating Foundation. Lekkere betaalbare foundation. Ik heb hem in de kleur F8 en er staat op dat hij een medium tot volledige dekking heeft en dat er vitamine C in zit en lotus flower extract. Ik weet niet precies wat dat zou moeten doen, maar het zal vast wel goed zijn voor je gezicht. En we krijgen 23 milliliter. Dat is niet superveel. De meeste foundations hebben 30 milliliter. En dit is echt een grote verpakking. Dus je zou denken dat er veel in zit. Maar dat is dus niet. Ik heb dus de kleur F8. Die heb ik echt online gegokt. Ik heb ook de andere varianten van deze foundation. Er is gewoon bijna geen enkele kleur die matcht met mijn huidskleur. Dat is zo raar. Want ze hebben iets van 50 kleuren of zo. In ieder geval superveel kleuren. Maar toch heb ik elke keer problemen met hun kleuren. Maar wat heel leuk is, is dat ik ook dit er gratis bij kreeg. Dit zijn nog 4 andere kleuren. F7. F8 die ik al heb, F9 en F10.5. Dit zijn gewoon van die kleine testertjes. En dat is wel chill, want dan heb ik hier nog 3 andere kleuren die ik kan proberen voor het geval deze niet matcht. En dan kan ik gewoon gelijk die bestellen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ik weet nog dat ik volgens mij van hun normale echt iets van 5 kleuren had besteld en ze gewoon allemaal niet goed waren. En ja, het is een goedkope foundation, maar ja, als je er 5 bestelt kom je toch weer op 60 euro. Dus dat was niet heel chill. Hier zit by the way 1 milliliter in. Ik heb hier dus F8, maar die heb ik al, dus deze ga ik niet gebruiken. Ik heb hier F7, die is iets lichter, F10.5 en F9. Maar we gaan gewoon even beginnen met F8. Even zien hoe die eruit ziet. Je hebt zo een pump. 2 van deze hebben een pump. En eentje heeft zo een soort van concealer applicator. Er staat by the way niet per se op dat het long wear is. Het is ook een glow foundation. Een glowy foundation blijft nooit echt super lang zitten. Tenminste, daar staan ze niet bekend om. Daar staan matte foundations meer bekend om. Die blijven altijd super lang zitten. Maar toch ga ik het gewoon een volledige dag dragen. Om te zien ja, hoe lang die blijft zitten. Ik vind altijd wel dat gewoon iedere foundation op zijn minst 8 uur goed moet blijven zitten. Of ja, vanaf 8 uur mag het gaan afbrokkelen. Ik zie wel dat het een beetje een rozige ondertoon heeft. Nee, dit is echt niet mijn kleur. Ik heb een beetje medium goud, medium warm. Dus deze kleur is al niet goed voor mij. Want ben ik blij dat we nog 2 andere kleuren hebben. Of ja, 3 andere kleuren. Maar F7 ga ik niet gebruiken, want die is nog lichter. Ik heb hier ook F10.5 en F9. Ik ga even beginnen met F9. Maar die oogt wel, ja, een beetje
licht. Nee, ik ga gewoon even gelijk beginnen met 10.5, want ik denk dat deze gaat matchen, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb echt F10.5. Godzijdank heb ik dit erbij gekregen. Denk ik dat die misschien weer iets te warm donker is. Oh my god, what a mess. Maar ja, maakt niet uit. We gaan in ieder geval 10.5 aanbrengen. Ik heb maar echt een heel klein beetje. Dus ik ga gewoon proberen het aan te brengen over mijn hele gezicht. Ik ga wel mijn gezicht primen, want dat doe ik altijd. Ik gebruik mijn Urban Decay All Night Primer. En die breng ik eerst aan over mijn hele gezicht. Oh, F8 was echt niet goed geweest, jongens. Oh my god. Ik ben normaal altijd wel goed in het online gokken van mijn huidskleur, maar deze keer met deze foundations gewoon iedere keer weer gok ik gewoon verkeerd. Zo raar. Ik ga het aanbrengen met mijn Sigma Kabuki kwast nummer F80. Deze zuigt ook niet veel op en ik heb maar een heel klein beetje. Plus glowy foundations breng ik altijd aan met de kwast, want een spons maakt ze altijd een beetje mat of zo. Tenminste, dat gevoel heb ik. Oké, ik wil echt niks verspillen gewoon. Ik denk wel dat ik genoeg ga hebben hoor hieraan. 1 milliliter is in principe genoeg voor een heel gezicht. Ik ben gewoon heel te bang dat ik iets verspil of zo. Oké, nou jongens, ik heb in ieder geval genoeg. Ik hoop dat de kleur echt een beetje goed gaat matchen. Want ik zie ook een beetje een rozige ondertoon of zo. Ik weet niet wat het is, de hele tijd met al die roze ondertonen. Ik heb echt alles eruit gehaald wat ik eruit kan halen. En dan ga ik het gewoon zo een beetje inblenden met deze kwast. Ja, het heeft echt ook echt een rozige ondertoon. Wat is dit, jongens? Ik wil gewoon gele ondertoon of goud. Maar ja, gelukkig is ze in ieder geval wel donker genoeg. Die andere was echt licht. Is er toevallig iemand van jullie met ook een beetje mijn huidskleur die ook een foundation heeft van hun die wel matcht? Laat me even weten welke kleur jij hebt. Dus iedereen met een beetje een medium gouden gele ondertoon. Ik hoor het echt heel graag. Ik ga heel even opzoeken wat de ondertoon zou moeten zijn van deze foundations. Want volgens mij stond dat er gewoon bij. Ja, F8 die ik dus heb is dus een medium skin tone met een warme ondertoon. Oké, en bij de kleur F10.5 die ik nou heb, toch? Ik heb toch F10.5 al gedaan? Ja, is een medium huidskleur met een warme gouden ondertoon. Ik moet wel zeggen, nu het er eventjes op zit, vind ik het wel een beetje goud worden. Dus net vond ik het toch wel een beetje roze. Maar nou, ik er zo naar kijk, wordt het toch wel een beetje roze. Ik doe goud. Ik denk dat F10.5 toch wel gewoon goed is voor mij. Dus als ik hem fijn zou gaan vinden aan het einde van de dag, want ik ga het eerst echt even de hele dag dragen, dan denk ik dat ik voor F10.5 ga. In ieder geval, dit is nou hoe het erop zit. Ik zie inderdaad een hele lichte glow. Het is niet heel erg veel, maar het is zeker wel gewoon een glowy foundation. Er staat dus op dat het een medium tot volledige dekking heeft. Voor nu heeft het voor mij een medium dekking, omdat ik gewoon een normale hoeveelheid heb aangebracht. Maar ik denk dat als je nog meer aanbrengt, het zeker wel een volledige dekking kan zijn. Ik heb alleen maar 1 milliliter van die kleur, dus ik kan niet meer aanbrengen. Maar ik vind het sowieso gewoon zo wel prima. I like it. Ik vind het wel mooi eigenlijk. En ja, nu ik er wat langer naar kijk, vind ik het toch wel een beetje een gouden toon hebben. Een beetje een warm gouden toon. Ik denk echt wel dat dit gewoon matcht met mij. Ik heb ook een nieuwe concealer. Die had ik samen besteld met deze foundation. Heeft verder niks te maken met de video of zo. Maar ik dacht, ja, ik kan hem ook wel gewoon in deze video knallen. Dan kunnen we gewoon ook gelijk zien wat we daarvan vinden. En dat is XX by Revolution Concealer. Deze heb ik in de kleur CX5.5. Van hun normale Revolution Concealer heb ik ook C5. En dit is C5.5. Dus ik gokte dat die goed zou gaan zijn. Dit is de XX Revolution Conceal Super Fix Concealer. Deze heeft ook echt heel veel kleuren. Ik vind het echt geweldig. Deze concealer heeft 55 kleuren. CX5.5 die ik heb is een light tot medium skin tone met een yellow undertone. Ik snap niet waarom ik deze dingen pak van light medium, want ik ben gewoon echt medium. Dus daarom oogt hij ook zo licht. Maar een iets lichtere concealer is voor mij niet echt een groot probleem. Ik vind dat af en toe wel mooi als het daar gewoon zo licht is. En er staat op dat die long wear is, dus lang goed blijft zitten en dat het een lifeproof dekking heeft. Ik weet niet precies wat ze bedoelen met lifeproof, dus ik denk gewoon een hele goede dekking of zo. En dat het je huid hier echt mooi verlicht. Nou, helemaal top. En geen flashback. Dus als je een foto maakt met fliss, wordt het hier niet helemaal zo raar wit. En het heeft een satijnen finish. En er zit vitamine E en hyaluronic acid in. De hyaluronic acid is vooral heel fijn voor mensen met een droge huid. Nou, laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Hij is by the way super groot. Er staat niet op hoeveel we krijgen. Oké, dit is de applicator. Een beetje zo apart. Kijk. Kijk even hoe apart het is. Hij is zo schuin. Zien we dit? Heel erg apart. Maar ja, laten we hem gewoon aanbrengen. Oeh, hij is wel echt heel licht. Oké. Hij is een stuk lichter dan de C5 van hun normale concealer. Maar ik denk wel dat ik er gewoon mee kan werken. Qua concealer, zoals ik al net zei, is dat niet echt een heel groot probleem.
Kijkt iemand de serie Vikings? Ik denk dat ik echt de laatste persoon ever ben die deze heeft ontdekt. Hij is kennelijk echt al super bekend. En ik heb het pas nu ontdekt. Het is echt geweldig. Voor de mensen die hem niet kennen en al geen idee hebben waar ik het over heb. Het is een serie op Netflix. En het heeft een beetje Game of Thrones vibe. Maar dan een beetje anders. Het heeft 6 seizoenen. Dus je bent echt eventjes zoet. En ik ben al bij 4. Ik ben al bij 4 echt in 2 weken of zo. Ik heb het echt super snel gedaan. Het is zo leuk. I love it. Ik heb ook de XX Revolution Foundation een keer getest. En die vond ik niet zo fijn, by the way. Oké, nou die brengt echt top aan. Het heeft inderdaad een beetje een satijnen finish. Het heeft niet echt een hele volledige dekking. Ik heb een heleboel concealers die echt beter dekken. Ik zie ook hier nog een klein beetje donker. Ik denk dat jullie dat ook wel zien. Maar op zich vind ik hem wel mooi liggen op de huid. Hij blendt ook goed uit. Hij voelt wel een beetje droog aan. Dus ondanks dat er hyaluronic acid in zit, vind ik hem wel een klein beetje droog aanvoelen. Maar goed, ik ga even de rest van mijn make-up afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Helemaal opgemaakt en wel. Zal ik jullie iets grappigs vertellen? Ik dacht de hele tijd dat ik neppe wimpers op had. Ik heb dus deze hele begin van de video gedaan zonder wimpers. Oh my god, ik ging mijn mascara opdoen en ik besefte mij, ik heb geen wimpers op. Ik heb gewoon deze hele beginstuk, helft van de video, gewoon gedaan zonder wimpers. Nou, toppie Sarah, we zijn weer goed bezig. In ieder geval, de make-up is af. Ik zal even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit NYX lippotloodje op in de kleur brown. En deze lipstick van Max & More van de Action in de kleur creme brûlée. Dit is zo'n lichte nude kleur. En that's it. Ik heb gewoon mijn fave make-up producten gebruikt waarvan ik weet, die zijn gewoon goed. Dus als mijn gezicht straks niet meer mooi is, dan weet ik aan wat het ligt. In ieder geval aan de foundation en de concealer. Tot nu toe, ik vind de concealer een mooi. Ik vind hem niet zo mooi. Ik vind de foundation wel heel mooi liggen op de huid. Het is ook niet too much een glow. Altijd als ik glow zie, ben ik aan de ene kant blij, maar aan de andere kant ben ik ook weer bang dat het too much gaat worden, want sommige merken overdrijven. Maar al met al vind ik het heel mooi. Ik vind heel deze make-up look mooi. Ik vind ook de ogen leuk. I like it. Oké, mensen, dit is het dan voor nu. Ik ben echt heel blij met deze make-up look. Ik vind het echt prachtig. Ik hou altijd van die bruin tinten. Ik vind het mij altijd super mooi staan. Mijn gezicht ziet er echt top uit. Ondanks dat ook de concealer niet helemaal is wat ik wil. Want ik zie hier echt nog een beetje donkerheden onder mijn ogen. Is het gewoon oké. Het is niet echt een hele lichte dekking of zo. Het is een beetje een medium tot lichte dekking. En ik wil altijd gewoon veel dekking van de concealer. In ieder geval, hoe laat is het nou, jongens? Het is nou 10:30 bijna. Het is nou bijna 10:30. Ik ga de make-up sowieso de hele dag oplaten. En in ieder geval ongeveer 8 uur proberen te dragen. En dan kom ik weer straks bij jullie terug om te kijken hoe de foundation nog zit. Als hij nog goed zit en ik hem mooi vind, dan ga ik hem zeker dus halen in de kleur 10.5. Want die was perfect. F8 was echt roze en echt slecht voor mij. Ik weet niet wat mij bezielde. Laat me zoals altijd ook eventjes weten wat jullie ervan vinden. Wat vinden jullie van de foundation tot nu toe? Vind je het mooi? Vind je het niet mooi? Misschien heb je hem al. Laat me dan weten wat je ervan vindt. Maar voor nu is het dus dit. Ik zie jullie straks weer. Doei doei. Oké, jongens, ik film dit weer met mijn phone. Dus ik moet even de tijd laten zien op mijn horloge. Het is nu 9:50. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik heb mijn make-up dus echt al de hele dag op. Ik heb even een uurtje geslapen. Ik ben naar de bios geweest. Ik heb echt van alles gedaan. En mijn gezichtsmake-up zit op zich nog best wel oké. Het is wel een beetje af aan het gaan bij mijn neus, bij mijn kin. Maar niks anders dan normaal. Dit gebeurt altijd met elke foundation. Behalve als ik er eentje op heb die echt mat is en echt 24 uur blijft. Maar voor al met al zit hij gewoon nog best wel gewoon normaal op mijn gezicht. Ik vind hem gewoon mooi. Ik zou hem ook zeker wel gewoon aanraden. Alleen, ik zie niet echt per se een glow. Het is een glowy foundation. Ik denk dat als je echt voor glowy zou gaan, je eerder de Photo Focus Dewy Foundation zou moeten halen van Wet n Wild. Want heel veel glow geeft hij niet. Ik vind het niet per se een heel groot verschil met hun normale foundation. De kleur 10.5 is echt perfect voor mij. Dus ik zou die zeker wel gewoon opnieuw halen. Dus in die kleur. Want ja, F8 kan ik gewoon echt niet gebruiken. En ik wil hem ook zeker wel vaker gebruiken om te zien, ja, hoe die het doet met andere soort make-up producten en zo. Maar ja, ik vind het echt wel gewoon een prima foundation. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!